Hoi, welkom of welkom terug op mijn kanaal. Je hoort een hele harde piep, denk ik. De vaatwasser is klaar. Ik zit op het tussenstuk, zeg maar, hier is mijn keuken, daar is mijn woonkamer. En dit is een soort loopje erheen. Ja, dit is een ondefinieerbare ruimte waar wij de eettafel hebben gezet, omdat ik aan die kant een grote kast heb staan. Dus hier hebben wij een eettafel. Hier kun je een redelijke eettafel kwijt hoor. En het is niet zo dat ik met mijn rug tegen deze muur aan zit. Want hier past nog helemaal zo. Daar past. Ik kan het niet eens aanraken. Dus hier zit nog echt wel wat tussen. Ik heb mijn zwarte Chanel tasje mee. Dat betekent opgemaakt deze maand. Wat heb ik opgemaakt deze maand? Ik leg hem even op de zijkant. Dan kan ik er makkelijk bij. Want dus neem ik even een kopje koffie. Pak er ook lekker even een bakje bij. En mijn bril, want ik moet het kunnen lezen. Dit is de Kruidvat No Ammonia haarverf. In de kleur 10.1 donkerblond. Nou, dat viel wel mee. Hoe donker het werd. Het werd wat blonder dan ik had gedacht. Maar dit is een crème haarkleuring met avocado en argan oil, keratine, protect en care. De kleur is dan 10.1 donkerblond. Ja, prima. Dekte goed het grijs. Ik zou voortaan een iets donkerdere kleur nemen. Maar ja, op zich prima. Dan heb ik opgemaakt een Sios droog shampoo anti-crease. En hier heb ik ook alweer een nieuwe van in gebruik. Uiteraard heb ik een Micellair Wipes van de Kruidvat opgemaakt. Zoals iedere keer. Ik heb een CN Pure and Fresh Long Lasting Freshness 0% aluminium deodorant opgemaakt. CN is het eigen merk van Lidl. Ik heb een Palmolive Fris Vitaal shampoo met citrus extract voor normaal en vet haar opgemaakt. Ik heb erg vet haar, droge huid vet haar. Ja, je wil het niet weten. Ik heb een Cucumber Under Eye Pads opgemaakt. Refreshes and Moisturizes Under Eye Area. Die koop je in zo'n doosje met een aantal daarin. Volgens mij komen deze ook van de Action. Dit zijn niet van die rubberen. Dit zijn een soort doekjes die je onder je ogen doet. Heel fijn. Dat zijn een van mijn favorieten, moet ik zeggen. Dan heb ik een Catrice Hydro Protect Melting Moisturizer opgemaakt. Dat is deze. Volgens mij gaat die eruit. Deze heb ik helemaal uitgeknipt. Ik vind het een hele dikke crème. Die als je hem uit gaat smeren heel vloeibaar wordt. Maar hele fijne crème vind ik dit. Dan heb ik een Chanel Le Solution Dies. Is Dies 10? Dies? Een Sensitive Skin Cream opgemaakt, een minietje. Ja, ik heb mijn Pat McGrath Under Eye Powder opgemaakt. Gewoon helemaal op. Ik geloof dat ik nog nooit een poeder heb opgemaakt. Maar mijn Pat McGrath poeder heb ik opgemaakt. Dan heb ik opgemaakt een Lift Pro Volume Cream van Chanel. Een minietje. Ik ben nog steeds de minis aan het opmaken. Oh ja. Deze heb ik... Nee, deze zit in het verkeerde doosje. Deze zit in het verkeerde doosje. Sorry, je hoort er niet bij. Ik heb een Charlotte Tilbury Mini Magic Serum opgemaakt. Dat is deze. Heel cute. Ik heb een proefje van Coco Mademoiselle opgemaakt van Chanel. Ik heb een Charlotte Tilbury Magic Eye Rescue opgemaakt. Ook een proefje. Nou,
Dit is meer dan een proefje hoor. Dit is gewoon echt een mini. Even kijken wat er nog meer in zit. Ik heb nog een Lift Pro Volume Cream van Chanel opgemaakt. En ik heb de Miss Dior van Dior opgemaakt. Een proefje. Was dat het? Oh nee, ik heb er nog één. Ik heb van Giorgio Armani Z opgemaakt. Een proefje. Dat was het. Ja, niet al te veel. Maar weet je, op is op. Dan kan het weg. Het tasje is leeg voor de volgende maand. Zo werkt het. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doe een duimpje omhoog. Doei!